Een schoolbestuur heeft beslist dat vanaf 1 september volgend jaar de 90 leraren zullen opgesplitst worden in 5 zelfsturende teams. Zij zullen de verantwoordelijkheid krijgen om het onderwijs te organiseren van een aantal studenten. Ik heel enthousiast, wauw, fijn, een prachtige onderwijsvernieuwing dat de leraren nu zelf hun onderwijs in handen nemen en eigenlijk veel korter bij de studenten zullen komen, hen kunnen coachen, meer co-creatie doen, kennisontwikkeling enzovoort. Nu krijg je van de directeur een vraag, hoe doe je dat nu om die zelfsturende teams samen te stellen, gegeven het feit dat een aantal leraren niet zo populair zijn bij hun collega's? Met andere woorden, hoe voorkomen we dat we die zelfsturende teams opzadelen met collega's die eigenlijk geen teamplayer waren tot nu toe? Wel, mijn advies aan de schooldirecteur is, blijkbaar ben je als leidinggevende een beetje nalatig geweest om aan te pakken wat je eigenlijk altijd al had moeten aanpakken. Je had de guts moeten hebben om die leraren aan te spreken. Dat heb je laten liggen en waardoor dat de leraren zich hebben kunnen verstoppen in het lerarenkorps. Dit wordt nu met de zelfsturende teams erg zichtbaar. Dus in de plaats van die zelfsturende teams op te zadelen met de erfenis van het vorige leiderschapsstijl, die gebaseerd was op we doen verder en we gaan de conflicten niet aangaan en mensen kunnen zich verstoppen, in de plaats van dat te doen, heb je nu nog de kans, voordat je begint met die zelfsturende teams, om die zaken vooralsnog aan te pakken. En op die manier kun je iets heel mooi doorgeven naar de nieuwe organisatievorm. En dan zal het ook pas werken. Dus eerst je eigen leiderschap op punt stellen voor we met zelfsturende teams beginnen.